Ça nous semblait naturel de choisir le nom Martins Red. We zijn zeer blij dat we mee die basis op die fundering kunnen leggen. En dat het eigenlijk dus het huis van het voetbal wordt. Avec un touch football à 100%. Het was zo dat wij in het jaar 2000 de kans kregen, tezamen met de Nederlanders, dus het Europese kampioenschap in de Lage Landen te organiseren. Als resultaat daarvan hadden wij inderdaad een opbrengst. En toen kwam het idee van een nationaal voetbalcentrum te bouwen in Tubize. Euro 2000 is natuurlijk ontegensprekelijk verbonden met de naam van de toenmalige bondsvoorzitter Michel Doge. En samen met hem heeft ook Michel Sablon als technisch directeur daar een zeer belangrijke rol gespeeld natuurlijk. In 2005 begon dus de bouw. Wij zijn gestart met sportinfrastructuur. Nadien kwam ook het hotel, maar daar hadden we iets minder geluk in 2011. En met de komst van Steven Martens was dat ook een van de dossiers die dat zijn aangepakt. Groeien en winnen is waar wij met het Belgische voetbal voor staan. De sport doen groeien en op het hoogste niveau scoren. En dat kan je terugvinden in onze Progress Tool. Daar communiceren we op een open manier wat er allemaal gebeurt, maar ook hoe we er vooruit gaan. Hoe het Belgisch voetbal evolueert, zowel qua rankings van nationale ploegen als qua aantal toeschouwers of qua aantal leden, zeg maar. De visie van de KBVB is er vooral op gericht om zowel het amateurvoetbal als het betaald voetbal te steunen. Dit centrum past daar perfect in, want het geeft een gelegenheid aan onze beste scheidsrechters, aan onze beste spelers, onze beste nationale ploegen, maar ook onze trainers, toecoer, van daar in opleiding te komen. Maar tegelijkertijd is het een gelegenheid voor lokale ploegen, is het een gelegenheid voor grote festivals, voor jongeren, voor meisjes. Dus heel de voetbalgemeenschap, zeg maar, zal vroeg of laat en meer of minder kans krijgen om in dit voetbalcentrum aanwezig te zijn en er ook allerhande belevingen mee te maken. We willen dus eigenlijk van het Sporttechnisch Centrum in Tubeke het kloppende hart van het Belgisch voetbal maken. We zijn naar Frankrijk geweest, we zijn naar Engeland geweest. Om je maar een idee te geven, St. George Park, hun hele infrastructuur, ze hebben daar meer dan 100 miljoen pound in gestoken. Wij in België zitten natuurlijk met een andere context. En vandaar dat we dus eigenlijk die dingen overgenomen hebben, die passen binnen onze context en vooral binnen onze financiële middelen. Eerst het uitvoerend comité en nadien hebben wij dus diezelfde mening gedeeld in de Raad van Bestuur en zijn we daar oplossingen beginnen te zoeken, zodanig dat we dat geheel konden afwerken zoals het hoorde. In 2011 hebben we décidé de déjà déménager le staff technique à Tubize. C'est pourquoi on a achevé les bureaux là-bas et depuis 2012 le staff technique est là-bas, les entraîneurs de l'équipe nationale, ceux qui sont responsables pour la formation des entraîneurs etc. Ils ont leur bureau là-bas. Et un élément très important a été aussi la désignation d'un manager qui est devenu Frédéric Ferragane. Notre vision est très claire, c'est parallèlement de maintenir des infrastructures et de développer des infrastructures de qualité et de haut niveau pour permettre à tous les utilisateurs du football belge de venir à Tubize, mais également d'accueillir nos visiteurs extérieurs dans des infrastructures de haut niveau. Ce qui veut dire que si on prend quelques chiffres en faisant court, on vient de 50 000 personnes en 2012, fin 2014 on va être à 65 000 personnes, et en 2018, on sera à près de 75 000 personnes. Uiteindelijk is het zo dat wij dus eind 2013 zijn overgegaan op de aankoop van het hotel. Nadien is onmiddellijk een wedstrijd uitgeschreven waar dat een aantal architectenkantoren zich hebben op ingeschreven. De volgende stap was dus het aanstellen van de aannemer. Uiteindelijk is het zo dat daar de keuze op Verelst is gevallen en dat we dus nu kunnen starten met te werken. Het is fantastisch van een bouwpartner te hebben onder onze 12 hoofdsponsors. Verelst is al een trouwe sponsor sinds meerdere jaren. Dus iemand hebben die bouwfirma is en die samen met ons zo'n project kan afwerken, die dat dan bovendien nog kan doen met heel veel garantie van kwaliteit aan de ene kant en een scherpe prijs aan de andere, dat is een win-win situatie voor iedereen.
Wel, het is zo dat wij 8 jaar geleden ingestapt zijn als echte partner for the future. En wij zijn nu ook zeer blij dat we ook letterlijk constructief kunnen meebouwen aan de toekomst. Dus laat dat center in Tubize nu mee een fundering zijn op een verder succes voor de toekomst. De laatste jaren is er qua middelen van de voetbalbond een positieve evolutie geweest. Daarnaast hebben we in heel wat steun gekregen om zo'n project te financieren. Enerzijds vanuit UEFA, het Hattrick Fund. Anderzijds ook van FIFA en ook onze partners zoals Verelst, zoals Jupiler, zoals InBev, zoals Coke zijn allemaal mee in dit verhaal gestapt. Dat is zeer positief. Tegelijkertijd is het ook een serieuze investering. We spreken over een investering van een 11,5 miljoen euro, aankoop van het gebouw en afwerking ervan tot een state-of-the-art voetbalcentrum. Dus wel degelijk gefundeerd en alle financiële middelen zijn voorhanden om dat op een zeer degelijke manier te kunnen afwerken. Le fait d'éviter toute une série de déplacements en autocar, de logements décentralisés, ainsi que les repas dans des restaurants, ce sont des coûts directs qui vont être centralisés, globalisés et donc maîtrisés avec un impact financier plus faible pour la fédération, sans compter les infrastructures à ne plus devoir louer. Martins Hotels deviendra vraiment le partenaire hôtelier. Martins Hotels vont exploiter l'hôtel, ils vont organiser plein de choses, ils vont promouvoir le centre aussi. Alors ce sera une étroite collaboration du côté football et du côté hôtel, mais aussi séminaire, etc., où on sera des partenaires en permanence. Très important aussi pour nous, c'est le fait que Martins Hotels a cette vision belge. Ils ont une stratégie spécifique et ils sont vraiment capables de développer chaque hôtel comme quelque chose de typique. Je suis convaincu que de l'hôtel de Tubize, ils vont faire quelque chose de spécial avec un touch football à 100%. Ça nous semblait naturel de choisir le nom Martins Red. Donc nous avons visé maintenant 79 chambres et il y aura 7 salles de séminaire, un auditoire de 150 places. L'hôtel est aussi un hôtel non seulement pour les sportifs de haut niveau et les sportifs tout court, ceux qui sont en période de formation, mais aussi un hôtel ouvert à tous. L'hôtel, lui, aura l'aspect d'un 4 étoiles, mais il sera brandé, si je peux utiliser ce terme, 3 étoiles, dans la mesure où les prix correspondront à un très bon 3 étoiles. Tout ça font partie de notre image, et c'est ce que nous faisons de mieux aussi. Dans le développement de notre centre, il y a quelques étapes que nous pouvons planifier. Un magasin central sécurisé pour l'équipement et le matériel. Mettre des locaux supplémentaires à disposition. Restroom, doping room. Un troisième exemple, c'est de faire un resizing de notre terrain T1 à Tubize sur la même taille que notre terrain sur le Roi de Baudouin. Le Centre National de Football est un atout majeur pour la région de Tubize parce qu'effectivement, dans le cadre de la reconversion économique de la commune, il était important de pouvoir allier plusieurs éléments et le Centre National de Football fait partie intégrale de ce nouveau développement. Le fait de l'installation du Centre National de Football permet aussi d'avoir pu créer des emplois sur Tubize. Et maintenant, de pouvoir accueillir l'hôtel va également nous permettre d'en créer d'autres. On organise quand même, grâce à l'Union belge, en collaboration avec la province, des tournois, des visites du centre, et que ça va aller, à mon avis, crescendo dans les années à venir. Nous avons, avec les responsables de l'Union belge, l'intention de rencontrer nos autorités compétentes que pour justement pouvoir leur expliquer l'importance d'obtenir cette liaison transversale entre l'autoroute E429 et le centre de Tubize, mais également tout le contournement nord de Tubize pour désenclaver le site de l'Union belge de football. Le centre sportif doit continuer à se développer, mais également maintenir en parfait état ses infrastructures afin de permettre à tous les utilisateurs d'utiliser un outil de travail performant pour améliorer leurs propres compétences et développer leur qualité de manière optimale. I've been losing sleep, dreaming about the things we'll be.